Als je als belegger wilt inspelen op de groei van het aantal elektrische auto's en elektrisch rijden, ja, dan denk je al gauw aan aandelen die in het buitenland aan de beurs genoteerd zijn. Zoals bijvoorbeeld Tesla, die natuurlijk zelf elektrische auto's maakt, maar ook aan traditionele autofabrikanten zoals BMW en Volkswagen. Toch zijn er ook Nederlandse aandelen die inspelen op een groei van elektrisch rijden. En er komt er zelfs een nieuwe bij. Komende donderdag, donderdag 22 maart, dan gaat het bedrijf Alfen naar de beurs. En Alfen maakt laadpalen, smart grids en energieopslagvoorzieningen, zoals batterijen, voor elektrische auto's. Kijk even wat ze van plan zijn. Ze gaan voor een prijsbandbreedte van 11,25 tot 15 euro naar de beurs. En daarmee komt de beurswaarde dan uit op zo'n 225 tot 300 miljoen euro. De koers-winstverhouding die komt daarmee uit op 176 keer de winst van 2017. Ja, dat is nogal duur dus. Alfen is dan ook geen waardeaandeel, maar een groeiaandeel. Je speelt ermee in op de verwachte groei. Is de groei van het aantal elektrische auto's dan zo enorm? Nou, op dit moment eigenlijk nog niet. Als je naar Nederland kijkt, daar rijden ongeveer 8 miljoen auto's op het ogenblik op de weg. En er zijn nog maar 125.000 van elektrisch. Maar in het regeerakkoord is afgesproken dat in 2030 geen enkele auto meer voor uitstoot mag zorgen. Dus dan mogen er geen benzine- of dieselauto's meer worden verkocht. En dat leidt dan tot het volgende plaatje van de Technische Universiteit Eindhoven. In 2030 wordt het aantal elektrische auto's geschat op 3 miljoen. En dat betekent dat ze dan 88% van het aantal nieuw verkochte auto's uitmaken. Dan denk je natuurlijk, zou dat geen 100% moeten zijn? Nou ja, er zijn misschien ook nog wel andere manieren van aandrijving, zoals bijvoorbeeld waterstofaandrijving. Nou, een ander Nederlands beursgenoteerd bedrijf heeft al flink geprofiteerd van die verwachting dat de elektrische markt voor elektrische auto's gaat stijgen. En dat is AMG. AMG dat haalt lithium uit de grond en raffineert dat. En lithium dat wordt gebruikt voor batterijen voor smartphones en laptops, maar ook voor batterijen en accu's in elektrische auto's. Nou, dat zorgde ervoor dat de koers van AMG het afgelopen jaar enorm explosief is gestegen. Want de koers van lithium, de prijs van lithium, steeg ook enorm. Meer dan 180% is de koers van AMG gestegen. En daarmee was het zelfs het best presterende aandeel van 2017. Ja, dat levert AMG ook nog eens een beloning op, want vanaf komende maandag mag AMG in de AMX worden opgenomen. De beursindex van middelgrote bedrijven. Nou, dat betekent dat het bedrijf daarna door meer beleggers gevolgd zal worden. En al die beleggers die hopen natuurlijk dat AMG ook het best presterende aandeel van 2018 zal worden.